Ja, ik ben hier gevallen. Laten we het daarom houden. Ja, oké. Okay. Nou. Goed zo. Hey, ben je stil, Tessa? Ja, het was een positief vooruitgang, vond ik, vergeleken gisteren. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. We zijn nog thuis, het is ondertussen 8 uur. En wij gaan naar stal. Ik heb mijn zakjes meegenomen, want het heeft gevroren vannacht. Maar dat betekent wel dat het droog is. Ten eerste, mijn excuses dat we heel lang niet meer hebben gevlogd. Maar we hebben het echt super druk en we willen het gewoon graag weer oppakken. Dus nee, ik stop niet. Alleen het is zo verschrikkelijk druk bij ons. Dus ja, we gaan het proberen weer op te pakken. Ik heb veel interne stagiaires, dus dat moet lukken. En zo niet, ja, sorry. Maar ik probeer echt mijn best te doen voor jullie. En wij gaan onderweg naar de auto. En we gaan lekker even onze auto laten ontdooien. Dus let's go. Oké, okay, even een update. Wie er binnen staan. Pluisje staat binnen. Pluis krijgen we op dit moment absoluut niet te pakken in de wei. Dus daarom zat hij in de bak en in de volte. Dropshot staat binnen, omdat hij niet bij de andere kan. Behalve bij Anja. En Anja staat bij Dropshot. Jägermeister, want hij breekt de hele tent af. Tine. Ja, zodat ze nog even kan rusten. Ati. Dan Lucky. Lucky kan ik zien natuurlijk. Dan hebben we Spetter, die staat 6 weken op boksrust. Door een operatie. En Teddy van Merel, die zat hier ook op boksrust. Hoe Teddy ook een operatie heeft gehad. Dus ja, die zat hier ook. En nog kunnen wij even gaan voeren. En alle medicijnbakjes staan hier. En dan gaan we zo'n fiberbeet maken. Benji zit al met de neus in de fiber. En we gaan even... En dan ook komt het, is ontwaakt. Dan gaan we even voeren en dan kunnen de paarden naar buiten. Dan gaan we de katjes even eten doen. Kom hier, jongens. Naar boven. Dank je wel. Etenstijd. Tot maar. Oh ja, jullie willen nat voor. Ja! Mauw, 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 hè? Oké, ze willen heel graag nat voor. Dat ga ik ze ook geven. Nee, ik heb nog niks. Ik heb nu iets anders nat voor. Dat vinden ze iets minder lekker. Maar ze hebben gewoon pech. Nou, ze hebben nat voor. En ik ga nog hun andere brokjes even bijvullen. Zo. En de katten zijn lekker aan het eten. Straks wordt hier nog een beetje aangeveegd. En dan laat ik de kat even eten. Nou, Carlijn is Dropje even aan het poetsen. Hi! En die staat tussen de twee touwtjes even. Ja, deze paden kennen dus niet om vastgemaakt te worden. En ze moeten straks toch herplaatst worden. En dat betekent wel dat ze dit moeten leren. Dus ze zetten ze tussen de twee touwen. En dan kunnen ze leren om vast te staan. Ook schreeuwen de sokjes netjes op, zodat ze dat ook leren. En dan kunnen ze bijknippen en ja, dan kunnen we gewoon van alles met ze doen, zodat we wel, zeg maar, soms zijn ze niet echt even braaf in de stal, dus dan kunnen we wel veilig oefenen. Ook oefenen met de voeten optillen. En ja, dan leren ze ook gewoon dat ze contact met de paarden kan zijn als iemand aan het poetsen is, zodat ze dan niet gek gaan lopen doen, want ja, drop ze op het moment gecastreerd. Ik wil nog wel eens het mannetje uithangen, maar zo leert ik dat hij gewoon rustig kan staan met het bijzicht van een merrie of een duim. En ja, dat vind ik gewoon heel belangrijk en dan heb ik gewoon iets meer speling, iets meer, kan ik er iets beter bij en veilig. Dat moet ook wel. Lotte is ondertussen klaar met rijden. Hoe ging het?
Ja, in het begin een beetje, ja, was het een beetje kijkerig. Gebeurde van alles natuurlijk, weer om 8 uur 's ochtends. Maar later ging het wel goed. Dus April heeft daar goed gereden gisteren. Ja, ik had gisteren les op haar. En Caitlin gaat Johnny poetsen. En wij hebben ondertussen buiten al 2 paardjes gezet. De 2 mankementjes, namelijk Lucky en Tine. En die zijn allebei slechtziend. Lucky ziet gewoon heel slecht en Tine heeft 1 oog niet. Dus die zijn zaapjes in de bak. En de bak is weer drama. Het heeft hier hard geregend. Het regent nu trouwens ook. Nou ja, Mieshirt kan het niet eens regen noemen. Nou, we gaan even de stal aan het doen. En Lucas is een baal. Proberen aan het fixen met papa. Je hebt het mooiste gemist. Ja, het mooiste heb je gemist. Ja? Het mooiste heb je gemist. Oei. Binnen is alles gemest. Ja, ik bedoel, het maakt niet in de emmer. En Lucas is binnen aan het rooien. Kijk eens, Petter. Dan ga ik zo aanvegen. Nou, Sharon wordt opgehaald. En Sharon gaat naar Limburg. Doei, Sharon. Heeft ze een door ook vastgemaakt aan de dingen? Nou, kan hij dicht? Nou, daar gaat Sharon. Nou, het is ondertussen iets van 12 uur. Er zijn mensen van Nanda geweest. Hoor ik vandaag of ze komen. Of ze nemen. En April is even Mojito aan het lanceren. Dat is super goed. We zijn aan het beleren. En dat gaat eigenlijk allemaal prima. Nou, Mojito is gelanceerd en stapt even uit in de stapmolen. Tessa en Lucas gaan bezig met pluis. Goed zo. En je been stil, Tessa. Gewoon even niks doen. Laat hem maar eerst de spanning een beetje afvoeren. Laat hem maar eerst een beetje, tot hij knabbelt een beetje. Laat hem maar mooi staan, dat hij even die spanning afvoert. Want ik zie alles in zijn gezicht aan dat hij het heel spannend vindt. Wel ernaast gaan lopen en niet ervoor. Want als hij in je vliegt, ja, heel goed. Goed zo. Oké, dan ga je naar het midden. En dan kan Tessa afstappen. Ja. Hij heeft het goed gedaan. Hij heeft niet zoveel spanning. En daar gaat het om. En dat hoeft maar heel even. Het hoeft maar 3 minuten. Goed zo. Dan is hij klaar voor vandaag. Attie loopt hier te chillen. En papa is bezig met de loodjes voor de loterij. Maar samen met Mitchell. Mitchell gaat alle... Wat doe jij? Wat is jouw taak? En papa zoekt alle loodjes op van de loterij. Ik wil groen knippen. En dat gaat allemaal in een bakje. En dat wordt vanavond uitgereikt door Lotte volgens mij. Ja, om 6 uur. Dus dan is de... Als jullie dit zien... Live ja, maar, ja, maar als jullie dit zien, dan is het al geweest. Dus ja. Nou, sindsdien heeft April op Pessoa gereden en we rijden met Slofje omdat ze dan iets stabieler is en dat is fijner voor haar. En omdat we met de hand niet kunnen oplossen en zoals jullie zien past de Slof ook niet heel strak. Dus daar willen we verder geen commentaar op. Maar hoe ging het verder? Ja, het ging wel goed. We zijn aan het oefenen met sturen en dat gaat steeds een stukje beter. Ja, ze doet het super goed.
Ik merkte alleen dat toen er allemaal mensen kwamen voor de open dag en Lucas stond stil en alles. Ja, dat wel een beetje, dus een beetje druk werd. Dat is een beetje chaotisch, maar uiteindelijk wel heel goed afgesloten. Dus het gaat zeker goed en het gaat steeds beter. Nou, ik heb net op Shana gereden en het ging echt super goed. We zijn met Shana bezig met recht richten en de ontspanning om het zadel terug te vinden. En eigenlijk ging het super goed. Oh, schat, een kusje aan de camera. En ja, het zag er echt super goed uit. Dus het was echt heel erg fijn. Ik heb haar daarin heel mooi beloond. En ja, het was een positief vooruitgang, vond ik, vergeleken gisteren. Ze liet heel zo los, ze was heel zo ontspannen. Dus daar zijn we echt super blij mee. Wat ik nu even ga doen is Denver pakken voor Tessa, want die gaat nog even rijden. En April en ik gaan Jägermeister nog even doen. En we gaan ook nog even oefenen met voetjes geven met Jägermeister. Dus ja, ik kom zo weer bij jullie. Nou, en Lucas heeft een Fanny gereden. Dat ging ook super goed. Onze poetsplaats is weer een poetsplaats, helaas. En dan hebben we hier shampootjes en kleine haakjes voor de spullen. Dat betekent ook helaas dat we geen kampen hiermee kunnen houden. Want we mogen dat niet meer van onze, ja, waarvan we het huren. Het is heel jammer, maar helaas. Daarom is de douche ook weg. Dit is nu weer een poetsplaats. En ja, super balen. En we hadden ook een probleem voor de interne stagiaires. Want die mocht hier dus ook niet meer overnachten. En de caravan moest weg. Eigenlijk alles moest weg. We hebben net een nieuwe caravan gekocht en de oude verkocht. Ja, dikke shit. Maar we hebben een soort van chalet gehuurd voor de interne stagiaires. En dat gaan we ook doen. We huren gewoon een huis af. Omdat we merken dat het echt wel super fijn is om dat te hebben. Dus als mensen nog steeds willen stage lopen intern bij ons, kan het zeker. Want wij huren gewoon een huis. En ja, dan moeten onze maandelijkse kosten maar een beetje omhoog gaan. Gelukkig kan het allemaal. En daar zijn we super dankbaar voor. Want de paarden moeten toch allemaal goed worden verzorgd. En dat kan zeker met de interne stagiaires. En elk dingetje kan extra worden gedaan. Dus we hebben nu de achterste stal opgeofferd voor onze vuistjes. En er zat de douche. En ik ga nu heel even Denver ophalen. Want Tessa is Whitney aan het lancheren. En dan kan ik alvast haar paard klaarzetten. Zodat de paarden weer naar buiten kunnen. En Jega loopt hier te chillen. Tessa heeft net op Denver gereden. Mm-hmm. Hoe ging het? Ja, ik ben niet gevallen. Laten we het daarom houden. Oké. Okay. Nou, Denver die staat nog binnen even te eten. En Johnny heeft de tweede keer te eten, Mojito ook. En we gaan nu even met z'n allen even naar de tweede opvang. Om daar de paarden even allemaal te poetsen en te wandelen. En dan neem ik jullie mee. Nog. We zijn bij de tweede opvang. En het zonnetje schijnt. De lucht is blauw. Teletubbies, kom maar gauw. En dat is een raar meisje daar. Ik ken haar niet. Ken je haar? Nee. Nou, we hebben alle paardjes hier gepoetst en gewandeld. En we hebben ze nou even voorgegeven. Daar staat Peach, Bonita, Maxima, Pina, Pim. En om het hoekje staat Speedy nog. Oh, nog, die staat hier. Oh nee, dat was het al. Dus die zijn lekker aan het eten. Dit zijn de paarden van Lucas en Lena. Rechts is Pieter. En links is Hippie. Nou, wij rijden net weg van stal. En we hebben alles nog even op stal afgesloten. Dus we willen jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Hey, nee, we gaan eerst even Tessa wegbrengen. Dus oh ja. Wachten. We gaan Tessa nog even naar huis brengen. In Haaksbergen. Ja. En nou ja, we willen jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. En te liken natuurlijk. Dat zeg ik. Oh ja. En een reactie hieronder te laten, achter te laten wat jullie van deze video vonden. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doei!